bij alweer een nieuwe aflevering van de Good Night Show van Dreams TV. Ik ben Erik Astlijn en ik vertel jullie iedere dinsdag een geschiedenis uit mijn boek Oog en Oog met Paramaribo, verhalen over het herinneringserfgoed. Ik heb het de vorige keer heb ik het gehad over de Brits-Indische contractarbeider Lutsman Singh, die na zijn contract in zaak is gegaan, steenrijk geworden is, onder andere door onroerend goed. En ga ik het vandaag over de tegenpol van dat kapitalisme hebben. Ik ga het vandaag hebben over de vriend van de Surinaamse arbeider, Pater Jozef Weidman. En ik heb dat verhaal weer kunnen reconstrueren dankzij een groot aantal kranten en tijdschriften, maar ook een aantal boeken. Ik heb er weer een aantal gepakt uit mijn bibliotheek. Dat is onder andere de Encyclopedie van Suriname. Er staat een groot artikel in over de vakbonden. Anton de Kom biografie, ook hierin wordt Weidman genoemd. En in het boek van Peter Meel, Man van het Moment, over Henke Arron, ook daarin staat een verhaal over Weidman. Pater Weidman, de vriend van de Surinaamse arbeider, heeft twee gedenktekens in de stad. De eerste is van 29 oktober 1966, dat is een borstbeeld. En het staat op het voorerf van de progressieve werknemersorganisatie aan de Limesgracht. En ik heb een plattegrondje gemaakt, dan kunnen jullie ongeveer zien waar zich dat dan bevindt in Paramaribo. Het andere gedenkteken, dat is een standbeeld. En dat staat op het, in het middenterrein. In de middenberm, moet ik zeggen eigenlijk, van de Sophie Redmondstraat. En ik heb hier ook weer een plattegrondje gemaakt om een goed zicht te krijgen op de locatie. Nou, beide beelden zijn gemaakt door de Surinaamse kunstenaar Jozef Klas, die ook bijvoorbeeld Kwaku heeft gemaakt. Het beeld voor de aanleiding van 100 jaar einde slavernij in 1963. Een video over het gebied van de Sophie Redmondstraat laat ik even zien om een stuk sfeer te krijgen van die omgeving. En jullie zien dan ook het borstbeeld van de vakbondsman Sylvester. Die staat ook op die plek. En een standbeeld van Fred Derby, vakbondsman Fred Derby. Hoor, kijk maar even mee. Ja, welkom terug. De vriend van de Surinaamse arbeider Jozef Weidman komt op 9 januari 1928 aan in Suriname. En hij is een redemptorist. En ik heb wel eens in eerdere video uitgelegd, onder andere over Monsieur Wulfing, wat een redemptorist is. Jullie zullen dat misschien niet allemaal onthouden hebben. Dus ik zal het nog even herhalen. Een redemptorist is een stroming in de Rooms-Katholieke Kerk. En die willen het evangelie brengen onder de meest verlaten mensen ter wereld. Pater Weidman heeft jaren en jarenlang gewerkt in het tropische regenwoud van Suriname. Het land bestaat voor 90% uit tropisch regenwoud. En hij heeft gewerkt onder de Marrons, de gevluchte tot slaafgemaakte. En onder de inheemse mensen, de oorspronkelijke bevolking van Suriname. En hij was diep onder de indruk van de schrijnende omstandigheden waarin dat leven zich afspeelde. En hij heeft ook aan het bisdom op een gegeven moment gevraagd of hij de politiek in mocht. Nou, de bisdom heeft hem daarvoor toestemming gegeven. En het eerste wat hij doet is op 25 augustus 1946 richt hij de progressieve Surinaamse Volkspartij op, een gezinspartij.
Dat doet hij in het cinema Luxor. Het is helemaal vol, afgeladen. Er is een enorme behoefte aan. Dat doet hij samen met de politicus Koen Ooft. Maar Koen Ooft is niet alleen politicus, hij is ook auteur van bijvoorbeeld het boekje Spanhoek. Een prachtig sfeerbeschrijving van het grote plein in Paramaribo, het Fiansplein. En als jullie de gelegenheid hebben dat eens een keer te kopen of te lezen, moet je dat vooral doen. Het is een aanrader. Nou, belangrijk voor PSV, voor deze politieke partij, is het algemeen kiezenrecht. Suriname heeft tot die tijd een census kiezenrecht. En dat betekent zoveel als je mag kiezen als je een bepaald vermogen hebt. Nou, PSV die wil het algemene kiezenrecht organiseren. Maar Pater Wijdman is niet alleen actief in de politiek, als politieke partij, maar hij richt ook op 15 februari 1948 een vakbondsfederatie op. De Progressieve Werknemersorganisatie. En daarin bundelt hij een aantal vakbonden, zoals het winkelpersoneel, het ziekenhuispersoneel, het verplegend personeel en de mensen in de bouw. Ja, wat is dat programma van de PWO? Wat wil de PWO? Die wil onder andere betere arbeidsomstandigheden hebben. Zij willen een collectieve arbeidsovereenkomst voor de groepen hebben. En ze willen ook inspraak hebben in het bedrijf, in de bedrijfsvoering. En daarnaast uiteraard, dat is gekoppeld aan PSV, het algemeen kiezenrecht. Nou, op 7 maart van dat jaar organiseert Pater Wijdman een van de grootste demonstraties ooit geweest in Suriname. Ze gaan met 20.000 man de straat op om te demonstreren voor dat algemeen kiezenrecht. Nou, en wat denken jullie? Komt dat er? Ja, dat komt er. En wel heel snel, want datzelfde jaar, eind van het jaar, wordt het algemeen kiezenrecht in Suriname ingevoerd. De PWO groeit heel hard. In 1966 krijgen ze een groot nieuw kantoor aan de Limesgracht. Onder andere mogelijk gemaakt door een schenking van 100.000 gulden door de Nederlandse Katholieke Vakbond. Pater Wijdman, de vriend van de Surinaamse arbeider, maakt dat niet meer mee. Hij is een paar jaar eerder overleden, op 15 september 1962. De krant die zijn overlijdensberichten publiceert, die citeert ook zijn woorden. En ik zal dat even voorlezen. Mijn ziel voor God, mijn hart voor het Surinaamse volk, mijn lichaam voor de Surinaamse aarde. Een paar jaar eerder, in 1959, is Pater Wijdman op ziekteverlof in Nederland. En als hij terugkomt, blijkt zijn enorme populariteit in Suriname. Want als het vliegtuig op Zanderij landt, dan staan er 1000 mensen hem op te wachten om samen met hem naar de stad 40 kilometer verderop te gaan. Pater Jozef Wijdman, vriend van de Surinaamse arbeider. Bedankt, dit was het weer. Volg, like en deel het YouTube kanaal van de Good Night Show. Ik ben er volgende week weer. Bedankt voor het kijken en ik verheug me al op een nieuwe uitzending. Bedankt.